Ik moet hem snipen. Dankjewel. Dat was echt 400 HP bijna, gek. Jongere mensen, super dood jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Games for Real. In deze video, zoals je ziet, spelen met niet zomaar een skin, maar met de Garrison Skimmers. Hoe fucking sick is dit natuurlijk? Ik wil trouwens Mello even bedanken, want ik speel natuurlijk ook, zoals je ziet, niet op mijn account. Mello heeft natuurlijk deze skin en ja, ik mocht ze op zijn account gewoon een video opnemen. Dus ik dacht van, hé... Natuurlijk een SO naar Mello. Dus check zeker even zijn kanaal. De link staat in de beschrijving van zijn kanaal. Check zeker even uit. En super dope. Hey, what the fuck? Come back, vriend. Kom op, nog één hit. Nog een hit. Oké, okay, laat maar. Oh, ik ben mij gestukt. Oh my god, dat was echt weer echt drama hier net. Oh, wat een begin, jongen. Oeh, dit is leuk. Laat me heel even deze reloaden. Zo, huppakee. Neem me die trap ook even mee. Daar zit die man. Oké, gaat hij naar boven of naar beneden? Ga naar beneden. Doei. Doei, dankjewel voor de kogels. Die traps blijven zo chill, jongen. Oké, nice. We hebben een launchpad ook, man. What the hell? We hebben het wel getroffen hier, man. Chill. De eerste kill is al binnen. Ik moet wel even wat meer loot hebben, man. Dit is niet echt bepaald heel... Oh, nog... Twee launchpads en... Oké. What the fuck, ouwe. Hoe chill hebben we het getroffen hier, man. What the hell? Oké, zit hier nog een kist? Nope. Oké, wel wat ammo hier. Nice. Daar zit ook iemand, man. Ik ga denk ik daar naartoe sprinten met die nieuwe impulse nades. Dat is echt vet. Let op. 3, 2, 1. Paul! Hallo! Even die mee. Hij heeft een shotie. Hij wordt besjoemeld, jongen. Waar is het dan? Van buiten? Zit er onder mij of niet? Hallo? Ik heb geen traps. Er zit daar één iemand. En één iemand in de winkel. Ik kan hem net niet raken. Dat was een hit. Oh fuck. Dwars door het dak heen. Dat scheelt er niks. Ik heb geen ammo in mijn pistool, man. Dat is echt... Wat ga je doen, vriend? Oké, hoe ga ik deze kerel pakken? Oh my god, ik heb geen bouw. Woo! Holy shit. We got him. Oh my god, dat was heel erg close. Ik moet healen. Oké, hebben we weer wat bouw? Oké, we hebben echt helemaal geen fucking bouw. Oh my shit, ouwe. We hebben het gewoon overleefd, gek. Oké, ik moet heel even deze benzes gooien. En daarna moet ik even mijn wapens reloaden. Dit scheelt echt niks, gast. 3 kills, lekker. Ik moet echt even dringend... Oké, wat gaan we doen? Ik heb 2 launchpads. Ik denk dat ik er even 1 hier niet neer kan zetten. Dan zet ik hem hier neer. Gewoon even een beetje kijken. Hier liggen wat bomen. Ja, ik ga hier even hier hakken, man. Ik moet even wat even bouw hebben. Voordat ik weer andere fights ga opzoeken. Dus nemen we die kogels even mee. Daar wordt gefight, jongen. Wat? Hoezo was dat mis? Oh my god. Oké, ik moet een beetje gaan mengen nu, man. Want als ze er nu weak zijn, dan kan ik even erin springen. En dan prik ik gewoon even 1 shotgunkogel ernaartoe. En dan heb ik waarschijnlijk een kill. Ik denk dat dat verstandig is. Let's go. Is deze reload? Yes, sir. Dat is toch weer een hit? Ja, ik heb gewoon niet genoeg bouw om daar helemaal wat hun aan het doen zijn nu mee te doen. Hier zit ook nog een trap in, als het goed is. Shit, man. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Hij heeft een sniper. Fuck it, ik ga het proberen. Ik moet het op deze manier doen. Eentje is dood. Got him. Oh my god. GG. Woo! Geef me even die sniper ook. Damn, ouwe. Ik werd gesniped van de berg, volgens mij. Of daar ergens. Pff. Tommy gun. Ja, die vind ik wat chiller dan de SMG. Oké, die airdrop komt hier ook. Als daar even iets van de slurp in zit, ben ik heel erg tevreden. Ik moet heel even kijken van waar ik net gesniped werd. Ik heb in ieder geval wel weer heel veel hout. Oké, hij zit daar. Zie je hem? Daar zit hij.
Holy shit, gek. Even gewoon die timing goed timen. Timing goed. Dank je. Oh my god, we hebben het echt getroffen, jongens. Wat? Oh shit. Oh, ik heb hem net. Oh shit, ik heb hem wel ingenomen. Oké, even snel die minis innemen, snel. Dan zijn we ook weer full shield. Perfect, jongens. Heerlijk, gek. Heerlijk. Oké, 5 kills. Echt super chill. Dit was echt niet te geloven uit wat voor loot shizzle we kwamen. En gewoon nog zoveel kills konden pakken hier. Oeh, daar zit ook. Nee, dat is een. Ik dacht dat een kampvuur was. Oké, we zitten safe. Dat is mooi. Ik ga denk ik even gewoon de berg hierop. Even kijken wat die kerel bij zich had. En dat meenemen natuurlijk. Hopelijk heeft hij wat meer hout dan wat ik nu heb. Anders kunnen we nog even terug naar dat gebouwtje voor de pallets natuurlijk. Want ja, daar krijg ik best wel veel hout van. Dus dat gaan we ook meenemen. Oeh, portable rift. Heerlijk. Oké, dan nemen we die even in, zeg maar. Stop even, benches. Stop, stop. Dankjewel. Huts, nemen we die mee. Oké, ik zie daar wel pallets. Ik wou gewoon deze even innemen, aangezien ik hier toch heel veel launchpads heb staan. Echt, die camera angle is zo irritant, jongen, nu. Ik kan gewoon niks zien. Oké, ik kan wel een beetje rond. Is dat een persoon? Of is dat een plantje? Wow, dat lijkt echt een... Oké, dat is een plantje. Lol, dat wist ik wel. Nou, ik zie niemand echt meer in teel. Dat anders was ik nu wel beschoten of zo. Oké. Dan denk ik dat dit alles was. Oké, de camera is nu wel eindelijk goed. Chill. Dat is echt irritant. Huts. Oké, hier zitten heel veel pallets. En ik wil wel wat hout hebben, dus dank u wel. Ik weet niet, man. Ik denk dat als dit gebouwtje weer af is natuurlijk, dat die pallets weg zijn. Dus ja, dat is wel een raar ding. Aangezien je altijd zoveel hout kan halen. En dat dan waarschijnlijk op een gegeven moment gewoon weg is. Dat is gewoon best wel apart. Oeh, grote pot. Ik neem die denk ik mee voor de minis. Of voor de, hoe heet dat? Shield? Of benches. Jezus, man, Dylan. Ik ben soms zo erg in de war, jongens. Dat is echt niet normaal. Oké, okay, 19 man remain. Ik heb bounces, dus we kunnen zo'n launchpad even gaan opzoeken. En nog meer bounces. Wat de hel. Ik weet niet hoeveel luck we hebben in deze game, maar dat is echt niet normaal. Echt chill. Nice, oké. Okay. Ik had daar een launchpad staan. Dus ik denk dat we die dan even gaan gebruiken met zo'n bouncer. Dan gaan we even op zoek naar nieuwe enemies. Want I want some kills, man. Ik ga natuurlijk altijd de grind zetten. Zag ik daar iemand lopen? Nee. Waarom lijkt het steeds alsof ik iemand zie lopen? Dat is zo erg eng. Dat ga je gewoon helemaal verbeelden omdat je zo erg aan het... Ja, in de game zit of aan het concentreren bent. Oké, okay, nou, ik zet hier die bounce pad tactiek neer. Huts. Hoppakee. Oh, dat is dansen. Ja, Mello heeft dat op B staan. En ik heb het altijd op N staan, dat dansen. Want ik druk dat altijd per ongeluk in. Ik zeg daar een rift volgens mij. Oh nee, er wordt nog steeds gebouwd. Oké, dan gaan we daarheen. Nice. Kunnen we hopelijk even een kill pakken. Ja, de rift wordt gebruikt. Shit, ik hoop niet dat ze heel ver weg gaan nu. Ik denk dat er wel veel mensen hier naartoe gaan nu. Oké, ik hoop dat we gewoon deze game even kunnen winnen. Met 10 kills plus, dat zal natuurlijk mooi zijn. Dus ik hoop niet dat ze hier elkaar afmaken. De C-zone zit ook best wel hier aan de grens. Oké, je zit vol aan het fighten. Shit, hij heeft hem gekilled. Ik ga er naartoe. Oh, er komt nog iemand aan met een golfcar, zoals je ziet. Het is hier druk, man. Holy shit, what the fuck. Oh. Ik verbeeld weer mensen. Verdomme. Die sniper is chill, maar dat reloaden duurt zo lang. Ik wil even hem achter me ook inbouwen. Oké, okay, kom op. Ik wil even iemand snipen met dit ding. Portable rift volgens mij. Ik ga er naartoe. Er moet hier toch nog wel iemand zitten? Ja. Hij zit hier binnen. Oh. Oh, we wisselen even om. Ja, tuurlijk. Let's go, jongen. Oh, GG. Heerlijke pump hit daar. Nice. Geef me die mini-shields maar even. Dank u wel. Zo. Hij heeft de 10, man. Oké, nice. Dan kunnen we even full shield worden. En full HP trouwens. Oh, lekker. Oké, nice. Dat is eigenlijk niet zoveel gebeurd qua HP. Dus dat is mooi. En we hebben een kill erbij. Lekker. En heel veel loot. Nice. We hebben... Oh, shit. Kijk, mijn bouwgek. Oh, nice. Lekker. Oké. Mag hier nog wat loot voor mij? Ik weet niet. Volgens mij was hier iemand dood gegaan. Oh, grote pot. Wel wat minis. Ja, ik heb dat niet nodig. Oké, hoe gaan we hier wegkomen? Want het is een... Oké, het is een behoorlijk stuk. Hoe gaan we dit doen? Geen launchpad meer hier, denk ik. Nope, oké, dat wordt rennen, man. Ik dacht dat ik hier zo'n golfcar nog ergens zag aankomen rijden. Oh, dat is wel een launchpad. Nou, daar ga ik niet helemaal heen lopen. Fuck it, 10 seconden nog maar. Jammer, waar is die golfcar dan? I don't know. Oké, ik heb geen heals qua medkits, bandages, wat dan ook. Slurps of zo. Dus we moeten echt... Oh ja, we kunnen die launchpad in Tilded weer pakken. Nice. Oh my god, dat heeft echt... dat besef een momentje hier. Oh, daar is die golfcar. Ah.
Ik denk al, die reed daar toch ook? Wacht, kan ik hem snipen? Dan ga ik echt lachen, ouwe. Oké, okay, dit is een beetje tijdverspilling. Ik moet natuurlijk ook rennen voor die safe zone. Oké, okay, ik ga nog één keer proberen. Oké, okay, nee, ik ga lopen. Heeft hij een sniper? Gaat hij me nu snipen? Oh, wat? Hoezo was hij mis, gek? Ik dacht echt dat hij raak ging. Oké, okay, hij gaat er weer vandoor. Oké, okay, nog één schot. Oké, okay, nee. Ja, die kogel van deze sniper is een beetje... De bullet drop, de snelheid en alles is anders natuurlijk dan de bolt. En ik ben totaal niet gewend aan deze sniper. Ik gebruik hem ook niet heel vaak. Als ik hem zie, ja, dan denk ik wel van, ja, wat is nou beter, de bolt of deze? Maar toch, de damage van dit ding is zoveel hoger. Dus ja, dat is denk ik wel een chill dingetje om mee te nemen. Oké, de bouncers en de launchpad zitten hier nog. Dus die kunnen we even meenemen. Dan kunnen we even hopelijk een stuk naar de season toe. Gaat de season me nu iets inhalen? Ik denk dat hij wel zo even wat damage gaat doen. Nog 8 man remain, dus... Hey, close one. Ik hoop dat we deze kunnen winnen. Oké, okay, ik neem deze even mee. Let's go. En dan gaan we zo er tegenaan lopen. En yes, oké. Okay. Doei, safe zone. Dag. Echt nice, jongen. Deze tactiek. Ik hoop niet dat het gepatcht wordt op een of andere manier. Dat je gewoon dit altijd kan gebruiken. Hier zijn... Oh, die gaat voor die rift of niet? Is hij nog op tijd? Nee, hij is niet op tijd. Dan flik je nu maar eens even naar beneden. Maar niet eens. Er zit hier een kerel. Is hij nou van boven geschoten? Shit, sorry, dat is die kerel van net. Die is gewoon met zijn rift daar naartoe gegaan. Waarom gaat hij dan op die berg zitten? Als hij gewoon ook helemaal weg kon. Zal ik hem pushen? Ik ga het proberen. Oh, de Caesar natuurlijk. Was ik vergeten? Ik moet die berg op. Wat ga je doen, vriend? Je moet niet gesnijd worden, natuurlijk. Wat de hel? Oké, okay, bouwen skills is on point van die kerel. Slim gast. Yo, Dylan. Waar zitten die traps? Wacht, hoe kan ik dit kapot schieten of zo? Ik zit echt op een rare plek, jongen. Doei. Oeh, ik wou zeggen, hoe kan die dat overleven in het begin, man? What the fuck? En we zijn er. Oeh, RPG is wel heel erg chill. Blijf stilstaan, blijf stilstaan, blijf stilstaan. Blijf stilstaan. Nee. Oh my god, dat was een hit, gast. Oké, okay, geef me die Tommy Gun. Oké, okay, we gaan een RPG snipe doen. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Via die muur daar zo. Kijken of dit raak gaat. Je weet me nooit. Nee, hij loopt weg. Minis mee. Ik weet niet, man. Die RPG is wel... Wow, yo, gek. Hij heeft ook een sniper. Is wel handig, maar... I don't know. Ik hou... Oh shit, dat was niet zo verstandig. Ja, RPG of minis. Verdorie, man. I don't know. Oh, wat een keuze, gast. Ik moet die kant op. En ik heb heel weinig bouw, zie ik nu. Dit bevalt me totaal niet. Die kerel zit daar boven. Hij heeft nu eigenlijk flink de high ground. Dit was niet zo slim om naar beneden te gaan. Oké, even denken. Ik hoop dat die kerel niet echt geduld heeft en zo meteen weg gaat lopen. Of hij moet even dom pieken nu. Kan je net door... Kom op, piek even. Wacht, die RPG, hè? Shit, sorry man. Oké, okay, ik ga rennen. Fuck it. Safe zone. Is hij nou ook gaan rennen? Hij zit er nog steeds. Oh my god. Ik kan niet lopen. Wacht, fuck it. Ik doe het gewoon zo. Skirt. Dan zitten we in ieder geval safe. Ik hoop niet dat hij me gaat raken nu. Ik moet hem snipen, man. Die kerel zit zo'n kut spot nu. Hij zit ook safe. Flikker op. Ik ga weg. Doei. Hij gaat nu schieten. Oh shit. Ik moet reloaden. Dit is een beetje een gare situatie, dit man. Oké, okay, fuck it. Ik ga doorrennen. Let's go! Oké, okay, kom op. Deze boom even hakken. Ik moet hem snipen. Dankjewel. Dat was echt 400 HP bijna, gek. Oh my god. Hé, daar zijn we vanaf. Het kostte even tijd, maar hey, dan heb je hem wel. Tjonge, jongen. Hij had zo'n chille spot daarboven. Hij zat daar ook safe, wat ik eerst dus niet dacht.
Oké, ik ga wel even zijn loot jatten, want ik denk dat hij best wel wat bouw heeft. In ieder geval hopelijk wat meer dan wat ik nu heb. Het is overal gebouwd, jongen. Oké, ik ga omhoog. Let's go. Even naar deze guy's loot toe. Waar zijn... Ik moet nog tegen twee mannen. Ik denk dat ze een beetje op die berg zitten daar, oh. Alsjeblieft, heb veel bouw. AUB. In ieder geval wel bouncers. Oké, dat is wel wel nice. Veel hout? Maar 6, wauw. Dit is ook echt Oké, nou, in ieder geval iets erbij. We hebben wel bouncers. Dat is chill. Lekker. Nice. Oké, op die berg zit 100% iemand. Dat denk ik. Dat weet ik wel zeker trouwens. Dat is gewoon zo... Ja, oké. Zie je? Dat dacht ik al. Even zien. Wat gaan we nu doen? Ik heb geen heals nog steeds. Ik ben nog steeds niet full. Hier ligt een trap. Pot. Dat ik dat even op tijd zag. Poeh, hey. Het scheelt ook weer niks. Even zien. Even nadenken. Ik moet naar die berg toe. Kijk, als ik echt oneindig of max hout of steen van alles had, zeg maar. Oké, dan was het chill geweest. Op dit moment is die RPG was ook wel leuk geweest, maar die zit niet meer safe. Verdorie, man. Ik moet alles hakken wat ik kan hakken. Ik hoop niet dat die kerel me echt gaat zien. Want ik heb deze boompjes allemaal nodig. Ik laat ze wel staan. Hij zit helemaal daarboven in die toren, gek. Daar. Wat zit hij nou te scopen? Nee, dat is hem niet, toch? Nee, toch. Dat ziet er wel raar uit, trouwens. Groen bolletje lijkt op een hoofd. Oké, de tactiek gaat zijn, jongens. Ik moet die berg op. En ik moet chill zitten. Ik moet een beetje die shit van hem kapot schieten. Alleen ik moet daarvoor wel wat meer bouwmateriaal hebben dan dit. Want ik moet zoveel gebruiken om überhaupt daar boven te komen. En dan moet ik ook nog iets hebben om daar te kunnen fighten natuurlijk. Dus dit is even een... Kijk, ik word gesnijd van daar. Dan gaan we eerst op die kerel af. Geen idee waar die kerel zit. Oké, hij heeft me geraakt. Minder. Oké, hij zit dus daar ergens. Jongen, jongen, jongen. We zitten ook echt in een nadeelpositie, gek. Waar zit hij van vandaan te schieten? Vandaar? Ik denk dat hij ergens boven zit, toch? Oh, daar zit hij. Hij zit daar al ergens. Wacht, kan ik het even laten... Nee, ik kan het niet laten zien. Shit, man! Wat ga ik doen? Ik moet deze berg op. Fuck it, ik ga het proberen. Ik hoop niet dat ik gesnijd word. Die kerel zit ook knijtertje hoog. Een beetje dodgen. Oh shit, ik dacht echt, daar ging mijn leven houden. Oké, volgens mij kan hij me niet meer zien nu. Of net. Oké, ik ga het proberen met bouncer. Zo, hoppakee. Oké, we zijn hier. Daar zit een kerel. Oh, een rift. Ik ga voor die rift, man. Oh, kut. Laat maar, die zit niet meer safe. Verdorie. Dat was echt mijn uitweg geweest, jongen. Hier wat hout hakken. Dit is drama, jongens. Hij heeft mij niet door hier. We zijn een beetje in een gevecht met die andere knaap, daar beneden. Kom op, spring. Hij zit daarin, toch? Ja, hij zit daarin. Oké, ik heb traps. Ik weet niet of hij dit gaat horen. Nee, dit wordt hem ook niet. Ik moet weer buiten. Oké, ik heb niet zoveel bouw. Maar ik moet het er maar mee doen. Traps geplaatst. Oh shit. Ik heb heel weinig bouw. Heb ik nog bouncers? Oké, nice. Dan kan ik in ieder geval de safe zone redden. Oh mijn god. Kan ik plateau? Dit zit zo hoog eigenlijk, jongen. Ik durf niks te doen. Waar is die kerel heen? Hij gaat helemaal naar beneden. Denk ik. Oké, hij zit hier. Woe! Woe! Dat is een trap, jongens. Huh! Dit is echt een kut plek om te zitten nu. Hij heeft allemaal traps in die toren gezet van hem. Moet hij die kant op. Ik wacht nog heel even. Wat ga jij doen? Wat ga je doen? Er zit ook nog een kerel beneden helemaal, hè? Oké, go. Let's go. Was te proberen. Oké, we moeten nu uitkomen. Gozer, dat scheelt echt niks. Ik zit heel erg chill. Even nog wat hout hakken ondertussen, want ik heb echt niks gewoon.
Daar zit een knaap en hem moet ik snipen. Oké, ik moet die kant op. Dit is echt zo ingewikkeld. Ik moet even... Shit, ik kan niks hier hakken, of wel? Er zit een airdrop daar beneden. Nee, die moet ik laten gaan. Dit is moeilijk, man. Ik ga een beetje proberen dat kapot te schieten. Kom op. Als die enemy nou ook even meehelpt met dat naar beneden halen. Dus niet te lang pieken, dan ga ik ook weer dood. Jongen, jongen, jongen. Oké, hij bouwt weer helemaal dat dicht. Hoe ga ik dit doen, man? Ik weet het niet, jongens. Oké, ik moet even kijken. We moeten zo die kant op. Het zit op de grens van de berg. Woe. Oké, nice. Maakt een soort pad voor mij hier. Oh my god, dit is zo fucking spannend, jongen. Ik kom nooit in dit soort close potjes. Ze gaan moeilijk snel voor hun. Is het safe hier? Nice, gast. Of net niet? Dit ga je niet geloven. Hij is dood. No way, gek. Dit was zo spannend, gozer. Ik verneukte het. Zoals je ziet, ik ga weer dood omdat ik natuurlijk geen bouw meer had. DJ voor deze kerel maar 4 kills. Het was wel echt... Deze guy met 4 kills. Ook zijn naam, ouwe. What the fuck, ouwe. Ik had 8 kills, though. Dus, was wel echt ziek spannend potje, jongens. En holy shit, we konden natuurlijk de Galaxy skin uittesten. En holy damn. Dat einde. Die kerel viel daar naar beneden. Wow, ouwe. Dit was wel even intensief potje, gek. Jongens, ik hoop dat jullie deze video alsnog leuk vonden. Ook al hebben we de win natuurlijk helaas niet gehaald. Het was ziek spannend, jongens. En ik hoop dat jullie een beetje een kijkje hebben van de Galaxy skin natuurlijk. En hij is super dope. En helaas heb ik hem niet. Maar Mello wel. Dus check zeker ook even zijn kanaal uit. En super dope zijn ze natuurlijk een duimpje mogen achterlaten als je de video leuk vond. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen. We pull up, new whip, skirt, skirt, gang. New chick, new watch, in my bag. I feel so fly, in my...